Zomerzooi is een vakantiekamp voor kinderen met voor ernstig zieke kinderen, kinderen met kanker. En wij vieren hier een hele week een vakantieweek. En wij doen alleen maar een week lang, van zaterdag tot zaterdag, alleen maar leuke dingen voor deze kinderen. We zijn hier voor het tweede jaar in Diessen. Ik doe zelf 11 jaar Ziso Zomerzooi als voorzitter. En we hebben een aantal jaren in Zeeland gezeten, we hebben een aantal jaren in Friesland gezeten. En uiteindelijk zijn we hier in Diessen beland. En vorig jaar heb ik Willem II benaderd, want ik het heel leuk zou vinden als Willem II een soort van voetbalkliniek kon geven. Want ja, voetbal is natuurlijk wel dé sport. Zeker nu. En veel jongetjes willen de hele dag voetballen. En het leek mij heel erg leuk om te vragen aan Willem II of ze daar zo'n voetbalkliniek wilden komen geven voor onze kinderen. En daar zijn ze met heel veel enthousiasme op ingehaakt. En vorig jaar zijn we geweest en het was zo'n succes dat we het natuurlijk heel graag dit jaar weer wilden. En nou ja, zoals je ziet, is wederom een fantastische dag met jullie als Willem II. En daar zijn we natuurlijk alleen maar heel erg dankbaar voor. En zeker de kinderen. Je kan het je eigenlijk niet voorstellen. Ik bedoel, je komt hier aan en de jongens zien er allemaal gezond uit. Alleen ja, kijk, er lopen jongens met prothese rond. Er zijn jongens die blind zijn. Dus die jongens die allemaal hebben. En nou ja, ze zijn bijna, of wat ik heb begrepen, zijn ze niet meer te genezen. Of heel moeilijk. Dus ja, het kan zomaar zijn dat dit een van de laatste activiteiten is die deze jongens hebben. En dan moet je proberen met z'n allen een mooie middag te laten beleven. En om een goede manier met die jongens om te gaan. En, ik moet zeggen, als je er aan gaat denken zeg maar, dat ze iets hebben, dan is het best lastig. Maar ja, we doen gewoon ons best en volgens mij hebben we het allemaal naar een zin. Wat doe je hier verder allemaal, behalve voetballen? Eigenlijk een beetje trainen, zo trainen, ja. Met andere kinderen zo, gaan daar ook partijtjes doen. Is het wel leuk met de andere kinderen? Ja, ja. En wat doen jullie allemaal verder, behalve dan vandaag? Wat doe je verder op dit kamp? We doen wel eens knutselen, springen op de trampoline natuurlijk. En we gaan ook op een uitstapje. Een week even weg uit het medische circuit. Even alleen maar leuke dingen doen. Niet denken aan ziekenhuizen en nare behandelingen. Kinderen die beuren hier enorm op. Eén. En twee, zijn natuurlijk geen uitzondering voor anderen. Ze zijn hier met z'n allen gewoon met het, ja, helaas allemaal met kinderen met kanker. Dus je hoeft je ook niet een strijd te leveren van ik moet beter zijn dan de ander. Het is gewoon prima voor het kind. Hele goede therapie, zal maar zeggen. En daarbij ook, het heeft eigenlijk twee kanten. Ook voor de ouders, even een beetje niet het zorg voor het zieke kind. Maar die kunnen de kinderen hier gewoon met een gerust hart achterlaten. Ik heb zeer professionele begeleiders mee. Die de zorg voor het kind heel goed aankunnen. En ouders kunnen een beetje bijtanken, kunnen ook tijd besteden aan andere kinderen misschien in het gezin. Dus het heeft eigenlijk twee doelstellingen voor deze kampweek, ouders en kind, om een beetje op te beuren. Het eerste wat je wil hebben, het eerste wat je iedereen toewenst, is een goede gezondheid. En als je ziet hoe dat deze jongens dan mee omgaan en hoe dat deze jongens elke minuut en elke seconde die ze hebben zo besteden en met zo'n goed humeur, met zoveel activiteiten, ja, dat is gewoon schitterend om te zien.